Jan Boven, we hebben vanochtend afscheid genomen van Tom Laeser. Wat is er precies gebeurd met hem? Ja, Tom had 2 dagen geleden in de koers gekregen, in één keer pijn aan zijn knie. Nou, Tom heeft een voorgeschiedenis met de knie. Vorig jaar 9 maanden uit geweest met zijn rechterknie. Nu was het een klein beetje aan zijn linkerkant, wel een heel andere plaats. Nou, hebben ze s'avonds heel goed proberen te behandelen en hopen dat het zou verbeteren. Maar gisteren na 1 of 10 km bleek al dat die pijn toch wel weer terugkwam. En ja, uiteindelijk heeft hij nog zo lang mogelijk doorgereden tot het niet meer ging en is afgestapt in de auto. Hij was wel ontzettend teleurgesteld. Hè? Hij wilde niet met ons praten, zeg maar, voor de camera, zeg maar. Nee, Tom had in het voorjaar had hij niet alle wedstrijden zo goed gegaan als dat hij wou. Ook mede dat hij vorig jaar 9 maanden geen koers heeft gereden. Dus ja, die had gewoon tijd om terug te komen. En deze ronde ging het heel erg goed. Had hij al veel werk voor de sprinters gedaan. Ook voor de klimmers had hij 2 keer goed afgezet aan het begin van de klim. Dus hij had heel veel moraal om Milaan te halen. Ja, als dat dan niet lukt, is dat voor een sportman natuurlijk echt pijnlijk. En ook, ja, waarschijnlijk heeft hij in zijn hoofd ook wel weer een klein beetje zorgen dat een knie ook wel lang kan duren. Ja. Tom is erg belangrijk in die sprinttrein. Morgen hebben we nog een kans op een massasprint. Dan gaan we hem denk ik erg missen, hè? Nou, niet alleen. We hebben nu eigenlijk 2 onverwachte afvallers. Dennis door die zware valpartij in Denemarken. En nog 4 dagen geprobeerd uiteindelijk ook uit koers moeten. We hebben 2 man die we daarbij verliezen. En die heb je gewoon elke sprint eigenlijk nodig. Die misten we gisteren al.